De acties bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn opgeheven. In de loop van de dag hebben de medewerkers de overmaking van de afkoopregeling op hun rekening gezien. Volgens bondsvoorzitter Lloyd Pool heeft de bond op de ALV gistermorgen besloten dat de mensen om 12 uur naar huis mochten indien het geld nog niet was overgemaakt. Pool gaf toen aan dat nadat er te zien was dat de gelden worden verwerkt, er is besloten om de acties op te schorten. Gisteren heeft het ministerie van Financiën het geld voor de uitbetaling van het tweede tranche van de afkoop voor het Academisch Ziekenhuis gestort. Het Academisch Ziekenhuis op haar beurt heeft dan overgemaakt voor de personeelsleden. Nadat het personeel heeft gemerkt dat de banken begonnen te verwerken op de rekeningen van het personeel, heeft de algemene ledenvergadering toen besloten de actie of het beraad op te schorten. Er moeten nog in feite nog twee tranches komen, maar de volgende is die van 5000 SRD, dat is van midden augustus. Uh-huh. En daarom zijn de acties opgeschort, maar niet opgeheven, want de minister wilde dat geld opsplitsen in twee termijnen in de plaats van één, dat is die 5000 SRD. Sinds de vorige week heeft het zorgpersoneel van het AZP acties gevoerd. Er waren afspraken gemaakt met de directie over de uitbetaling, maar is deze niet conform afspraken uitgevoerd. Het is niet juist, want de mensen werken hard voor dat geld. U begrijpt dat in deze periode waarin wij nu leven, alles verschrikkelijk duur is. Dus de mensen hebben constant financiën nodig. De bussen staken op dit moment, de NCB-bus, ik denk dat u ook bekend is. Waardoor de mensen, want u weet, er is nog een avondklok. En de mensen moeten ondanks de avondklok aan het werk, want ze moeten zorg verlenen aan de patiënten. Maar de mensen komen in extra kosten, ze moeten dieper in hun zak tasten om aan het werk te kunnen komen en van het werk en naar huis te kunnen gaan. Want er is niemand die ze dekt daarvoor. Ja, ja. Dus het is niet juist. Als de mensen hebben gewerkt en ze afspraken gemaakt, dan moet je de mensen hun geld uitbetalen op het juiste moment. Dat was Lloyd Pool, voorzitter van de Bond van Personeel bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De directie had meegedeeld dat de uitbetaling van de afkoopregeling later dan afgesproken in augustus zou plaatsvinden en nog wel in twee delen. Hiertegen is met succes geprotesteerd door de Bond.